Het DAF Museum in Eindhoven kan trots zijn op haar nieuwste aanwinst. Een DAF 555 uit 1969. De beroemde rallyauto is nu bestuurd door Jan de Rooij in de jaren 70 en heeft vele prijzen in de wacht gesleept. De DAF 555 is een beroemde rallyauto geweest, omdat het de eerste is in de rallysport dat DAF vanuit de fabriek zwaardere motoren ging gebruiken met 140 pk. Daar zat ook een Variomatic in uit de racewereld, om daarmee nog hogere ogen te gooien in de rallysport. DAF-liefhebber in hart en nieren en restaurateur Peter Schutte heeft 12 jaar, dat is omgerekend zo'n 3200 uur, aan de DAF gewerkt. De originaliteit is het moeilijkste. Alles terugbrengen zoals het ooit gebouwd is. Want hij is natuurlijk later omgebouwd tot rallycross auto. En zo heb ik hem dus ook gevonden. En dan moet je zoveel mogelijk informatie zien te vinden van de auto zoals die in 1969, 1970 gebouwd is. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Je hebt alleen foto's. En natuurlijk een stukje in verregaande staat van de ontbinding verkerende auto in rallycross uitvoering. Maar dat is in principe eigenlijk alles wat je hebt. Ook tevreden met het eindresultaat? Niet 100%. Nee, als restaurateur kun je niet zeggen dat je het perfect hebt gedaan. Ik heb ontzettend mijn best gedaan, dat wel. Maar 100% is hij niet. Ik denk dat niemand dat haalt. Maar hij is wel heel erg mooi geworden. En de details die niet kloppen, die moeten de mensen echt zoeken met een lampje. En ja, ik denk niet dat ze die vinden. Hij komt hier op de galerij boven te staan, bij de rallysport. En het DAF Museum gaat in de toekomst uitbreiden, waardoor er nog meer ruimte komt voor de personenwagens. En in het bijzonder ook de rallyauto's. Want het is inmiddels zo'n bijzondere collectie geworden aan personenwagens en vrachtwagens. Dat we eigenlijk wel kunnen zeggen, deze ontbrak eigenlijk nog. En de enige plek waar die thuis hoort, dat is hier in het museum. En nu staat hij hier. Aan de ene kant wel een beetje jammer. Maar hij is wel weer thuis, zo zie ik het. Ik had er graag nog rallies mee gereden. Maar ja, ik denk dat hij hier een heel goed thuis heeft. En hij is ook gewoon weer thuis, zal ik maar zeggen. Dus daar ben ik wel heel blij mee.